Het is weer de eerste van de maand en dus weer tijd voor een nieuwe video in de serie Interessante Aandelen, dit keer juli 2019. En zoals elke maand gaan we in deze video kijken naar drie aandelen die op zich interessant zijn. Ik wil niet zeggen dat we ze gaan kopen, maar ze hebben interesse gewekt, bijvoorbeeld door het nieuws, door bepaalde koersverlopen of informatie die we ergens anders hebben gekregen, bijvoorbeeld via tips van jullie. In ieder geval drie aandelen waar we kort naar gaan kijken om vervolgens te beslissen van gaan we er misschien verder op in, omdat het toch echt een interessant aandeel is. Ook deze maand heb ik weer drie interessante aandelen uitgekozen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn al onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hieronder op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Zeker als je op het bel-icoontje klikt, dan krijg je altijd een melding bij een nieuwe video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar interessante aandelen. En voordat we gaan kijken naar de aandelen van deze maand, gaan we eerst even kijken naar wat ik afgelopen maand voor aandelen had en hoe die intussen, dus in de maandtijd, hoe het daarmee is gegaan. Nou, het eerste aandeel dat we vorige maand hadden was AMD. We hadden toen verteld over nieuwe producten, nieuwe processors die ze op de markt hadden gebracht. Echt een concurrent weer van Intel. En dat het waarschijnlijk wel interessant zou zijn en ook de koers daarop zou reageren. Nou, dat zien we ook een gedeeltelijk terug met de laatste maand 8% erbij. Het tweede aandeel dat we hadden was Facebook. Daar noemde ik toen dat ze met zijn eigen cryptocurrency zouden komen. Inmiddels is daar wel meer nieuws over bekend. En het koers heeft de afgelopen maand plus 4% gedaan. Dus dat valt op zich nog wel mee. Het derde aandeel dat we vorige maand behandelen was Beyond Meat. Dus zeg maar de vleesvervanger. Dus de vegetarische slager alleen dan in Amerika. Dus producten, ja, eigenlijk hamburgers en dat soort dingen zonder vlees. Nou, als we daar gaan kijken, die was toen ge-IPO'd. Die was al heel erg gehyped eigenlijk. En we zien eigenlijk dat de laatste maand nog bijna 60% erbij is gekomen bij dit aandeel. Dus eigenlijk wat de vorige maand al zei, dat het een aandeel is die na de IPO echt heel erg hard omhoog is gegaan, terwijl het bedrijf nog volop verliezen maakt. Nou, blijkbaar zijn heel veel mensen daar niet mee bezig of geloven ze heel erg in de toekomst. In ieder geval bijna 60% er weer bij met dit aandeel. Maar genoeg over aandelen van vorige maand. We gaan natuurlijk nu kijken naar aandelen voor deze maand, juli 2019. En het eerste aandeel dat we gaan bekijken is Adobe. Adobe heeft de laatste maand zeg maar 6% erbij gekregen en sinds het begin van het jaar staat het al op plus 30. Misschien zegt de naam Adobe of Adobe de meeste mensen niet zoveel, maar als je bijvoorbeeld producten noemt zoals Photoshop, dan weten de meeste mensen wel wat voor iets het is. Nou, dat is dus een van de producten van Adobe. Ze doen juist heel veel voor de creatives, zeg maar. Dus mensen bijvoorbeeld die op YouTube bezig zijn. Je kunt video's monteren met Premiere of Premiere Pro. Je kunt afbeeldingen maken voor je thumbnails, zeg maar, voor je video's met Photoshop. Nou, heel veel producten die ze aanbieden zijn dus voor die grafische wereld eigenlijk. En zeker aangezien ze nu volop richten op bijvoorbeeld mensen die dus YouTube-kanalen hebben, Instagram-kanalen, Facebook. Je hebt altijd wel een product van hun dat je daarvoor kunt gebruiken. En dat maakt dat Adobe de laatste jaren zo populair is. Zeker ook omdat ze een jaar of vier, of iets langer geleden, over zijn gestapt van eenmalig een pakket kopen naar een maandelijks subscription, dus een maandelijks abonnement eigenlijk. Nou, dat zie je ook telkens terugkomen in de jaarcijfers, dat sinds die tijd de koers van het aandeel natuurlijk erg is gestegen, omdat natuurlijk ook de omzet in een grote lift zit. Gaan we nou kijken naar het aandeel, dan baseren we ons natuurlijk weer op de laatste kwartaalcijfers, dan hebben we de meest actuele informatie. Nou, pakken we die erbij, dan zijn er een paar dingen die ons opvallen. Ten eerste is dit de groei, nou, die vermelden ze eigenlijk om de anderste regel bijna wel, maar dit komt natuurlijk omdat de groei op jaarbasis 25% is. En dat is in ieder geval op Creative Experience. En dat zijn zeg maar de clouddiensten en Magento. Magento is een webshop, een systeem om een webshop te draaien. En veel grote bedrijven maken gebruik van Magento. Magento is vorig jaar gekocht door Adobe, dus staat inmiddels bij een van hun producten die het dus erg goed doet. Maar ook een grote andere categorie, digital media. Dat zijn dus de apps waar ik het over had, de programma's zoals Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Dat laat ook een groei zien van maar liefst 22% op jaarbasis. Dus ook in die categorie, en dat is veruit de grootste omzetcategorie, daar is steeds een groei van meer dan 20% jaar op jaarbasis. Deze positieve cijfers zien we dan ook terug als je kijkt naar de totale omzet. Want die is gestegen van het kwartaal, de tweede kwartaal, van 2,19 naar $2,74 miljard. Dus een plus van 25%. Dus dat klinkt allemaal heel erg positief, want de omzet zit in een grote lift. Erg goede positieve cijfers. Nou zou je zeggen bij een softwarebedrijf, wat het eigenlijk is, zijn de marges dan ook heel goed. En juist daar zie je dat we een klein beetje een probleem beginnen te krijgen. Of niet echt een probleem.
het begint op te vallen dat de marges iets minder worden. Kijk bijvoorbeeld naar de kosten van de omzet. Dan waren die vorig jaar nog 12,8%. En dit jaar, het tweede kwartaal, was dat 14,8%. Dus we zien dat de kosten van de omzet licht in stijgen zijn. Dan maakt dat op zich niet zo heel veel uit. Maar het is wel iets om te gaan kijken van waardoor komt het en wat is het effect op de lange termijn. Is dit eenmalig of gaat het langere tijd door? Want dan hou je dus minder marge over en dus uiteindelijk ook minder winst. Kijk bijvoorbeeld ook naar de vaste lasten die het bedrijf heeft. En dan kijken we dus niet alleen naar de kosten van de omzet, maar de vaste lasten. Dus dat zal zijn personeel, gebouwen, afschrijvingen, dingen die altijd doorgaan, ook al verkoop je veel producten of weinig. Nou, daar zien we ook een stijgende lijn in zitten, want die zijn de laatste tijd met 30% gestegen. En op zich maakt een stijging niet zoveel uit zolang je omzet maar meer stijgt. Maar we hebben gezien dat de omzet 25% stijgt, terwijl juist de kosten, de vaste kosten, dus met 30% stijgen. En dat is iets wat we liefst niet zo graag zien, dat de kosten harder stijgen dan de omzet. We willen het juist liever andersom. Maar dat is helaas op dit moment dus niet het geval. Dan gaan we dan kijken bijvoorbeeld naar via de website Hyperchart, waar ik het vaker over heb. Daar zie je vaak heel veel jaarcijfers of kwartaalcijfers inzichtelijk terug en dan visueel, dat is wat makkelijker. En het eerste wat bovenaan staat, het belangrijkste ook, is de omzet en dan vooral op abonnementsvormen. Dus we kijken naar het aantal subscriptions, of in ieder geval de omzet eruit. En we zien dat dat elk kwartaal eigenlijk volop groeit. Gaan we nou iets verder kijken, dan komen we uit bij de bruto winst. En dat is wat ik dus zei, softwarebedrijven hebben vaak een hoge winst. Omdat ja, eenmaal het product geschreven, dan is de kopie, en zeker online, is niet zo duur meer om te verkopen of te distribueren. Nou, dat zien we eigenlijk ook wel terug, omdat de marges, de bruto winst, tussen de 85% en 90% zit. Gaan we iets verder, dan komen we wederom die kosten tegen. Nou, zoals gezegd, die kosten stijgen dus harder dan de omzet, dat zien we hier ook terug. Nou, de precieze oorzaak weet ik op dit moment niet. Dus op zich, we zien dat de omzet goed hard groeit eigenlijk met meer dan 20-25%. Maar we zien helaas ook dat de kosten stijgen met iets meer dan de omzet zelfs nog. Dus dat is iets om te gaan kijken. Van, het is op zich een interessant aandeel, maar de volgende stap is dus om te gaan kijken waardoor komt deze kostenstijging. Nou zagen we aan het einde van het afgelopen jaar, misschien begin dit jaar, dat het aandeel te maken had met een dipje, net zoals veel aandelen trouwens. En uiteindelijk sinds die tijd weer volop is gegroeid, dus alweer hoger staat dan toen. Het is dus wachten van, is het misschien interessant om bij een volgende dip te kopen? Dat is de vraag natuurlijk of die er aan zit te komen, want kijken we naar de kwartaalcijfers, dan zijn ze zelf heel erg positief. Maar ook de analisten zijn positief, zelfs nog positiever dan Adobe zelf. Dus het kan zomaar zijn dat het aandeel in Q3 en ook de rest van het jaar uiteindelijk best goed gaat presteren. En kort samengevat is het dus op zich best wel een interessant aandeel. Aan de ene kant zien we grote omzetstijgingen. En dat komt natuurlijk door omdat steeds meer mensen bezig zijn, de jeugd, met YouTube-kanalen, Instagram-pagina's, Facebook-post, noem het allemaal maar op. Je hebt altijd wel een product dat je gaat gebruiken van hun. En zeker in de vorm van een abonnementsvorm. Dus maandelijks komt dat bedrag terug. Dan heb je eigenlijk een redelijk stabiele omzet en die ook nog eens snel groeit. Maakt dit het uiteindelijk op lange termijn wel een interessant aandeel. Nou, zoals gezegd is dit maar kort samengevat. Maar het is zeker het onderzoek waard. En misschien, als jullie willen, maak ik er een aparte video over. Laat dat in ieder geval weten onder deze video of we dit aandeel uitgebreid moeten behandelen. Maar dan gaan we nu door naar het tweede aandeel. En het tweede aandeel is PayPal. Kijken we daar bijvoorbeeld, afgelopen maand zat het 2% in de plus. En sinds het begin van het jaar is het al met ongeveer 36% gestegen. Nou, we kennen allemaal PayPal wel als de online betaalservice. We kennen allemaal wel PayPal als de online betaalservice. Het is ooit begonnen door een samenwerking met eBay, dat je via eBay automatisch met PayPal af kon rekenen. Het is trouwens ook een bedrijf wat in het begin ontstaan is eigenlijk uit een bedrijf van Elon Musk toevallig. Dus niet alleen Tesla, maar hij was van tevoren hiermee bezig. En uiteindelijk is het dus opgekocht door eBay en is nu best wel een grote speler op de online betaalmarkt. Ook bij dit aandeel gaan we natuurlijk kijken naar de laatste kwartaalcijfers en die komen van 24 april. Nou, kijken we in die kwartaalcijfers, dan gaan we het als eerste weer naar de omzet kijken en die is de laatste tijd best wel gegroeid. We zien namelijk een stijging van 12% omzetgroei in het laatste kwartaal naar 4,13 miljard euro. Ook hebben ze 7,7 miljoen eigen aandelen opgekocht. En dat is vaak wel positief. Omdat ze dan zelf geloven dat het aandeel op zich relatief goedkoop is. Dus dat ze daarom, en het geld achter de hand hebben ook natuurlijk, dat ze het zelf weer inkopen omdat ze op die manier geld kunnen verdienen. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat de koers misschien nog wel iets hoger moet ingeschat worden. Zeker op de lange termijn. Kijken we nou naar het aantal klanten, dan zien we dat er 9 miljoen nieuwe accounts zijn bijgemaakt. Dat is een plus van 15%. En dit is inmiddels dus gegroeid naar 277 miljoen mensen die gebruik maken van PayPal.
Zij doen natuurlijk betalingen met PayPal en daarin kijken we naar het aantal betalingen. Dat is inmiddels 2,8 miljard en dat is een stijging van maar liefst 28%, dus dat is altijd goed. Nou, zoals we zeiden is PayPal groot geworden door eBay. Bij elke eBay handeling, marktplaats eigenlijk, kon je uiteindelijk afrekenen met PayPal. Dus daar zijn ze goed door gegroeid. Wat we nu echter zien is dat bij eBay het aantal betalingen via PayPal afneemt. En het laatste kwartaal was dit min 4%. En dit is een trend die al langer speelt. Dus er wordt steeds minder gebruik gemaakt van PayPal via eBay. Maar gelukkig maakt het bedrijf dit op andere manieren goed. Ze hebben bijvoorbeeld een samenwerking aangekondigd met Instagram. Instagram Shopping, daar kun je dus daar producten bekijken, klikken, uiteindelijk doorgaan naar de website of dingen kopen. Nou, voor die koop wordt gebruik gemaakt van PayPal door die samenwerking en zullen zij dus de betaling verwerken. En in hun kwartaalcijfers kijken ze natuurlijk zelf ook vooruit. Gedurende dit jaar verwachten ze steeds een sterke groei die uiteindelijk uit zal komen tot 16-17% groeiverwachting dus in 2019. Dus dat is op zich op de lange termijn, of eigenlijk op korte termijn, want het is 2019 zeker positief. En ook als je kijkt naar het aantal betalingen dat is gedaan, dat er een stijging in zit van 28%. Nou, dat is heel erg positief. Gaan we ook hier even kijken naar Hyperchart. Dezelfde reden. Het is gewoon visueel. Het is wat makkelijker. En we kunnen snel kwartalen met elkaar vergelijken in plaats van alles in tekstvorm te zien. Het eerste wat opvalt is natuurlijk dat PayPal toch 600 tot 700 miljoen euro winst per kwartaal weet te maken. En net zoals eigenlijk bij het vorige aandeel bij Adobe kijken we ook naar de marges. Het is hier eigenlijk, het is geen softwarebedrijf, maar het is betalingen. Dus het is eigenlijk allemaal relatief goedkoop te doen. Ze hebben hoge marges op zich, maar ze zien wel dat die marges afnemen. Terwijl gelukkig wel de kosten stabiel blijven. We zagen dat bij Adobe de kosten uiteindelijk stegen, maar dat is hier niet het geval. Maar toch nemen hier de marges af. Misschien komt het omdat ze gaan concurreren met andere aanbieders of op andere plekken ter wereld markt proberen te veroveren. Het zou zomaar kunnen dat ze uiteindelijk minder kosten rekenen en dus uiteindelijk ook de marges afnemen. Kijk als laatste helemaal onderaan de pagina naar de cashpositie. Dus het geld dat PayPal achter de hand heeft. Nou, dat was eerst een stuk hoger en we zien in het laatste kwartaal dat dat gedaald is naar 4,5 miljard. Nog steeds een goed bedrag, zeg maar. Die daling heeft te maken ten eerste met die 7,7 miljoen aandelen die ze zelf op hebben gekocht. Want daar hebben ze 750 miljoen euro dus gebruikt om hun eigen aandelen te kopen. Maar ook hebben ze een investering gedaan van 750 miljoen. En dat is een investering in Mercado Libre. Dat is blijkbaar in Latijns-Amerika een heel erg grote speler op betalingen. In ieder geval op online shoppinggebied eigenlijk. Dus eigenlijk een strategische investering die ze hebben gedaan. Dus dat verklaart voor een groot gedeelte de cashpositie die af is genomen. Dus ook PayPal laat goede cijfers zien. Zeker de groei in het aantal betalingen is erg indrukwekkend met meer dan 25, zelfs 28%. En ook voor de rest van het jaar voorzien ze uiteindelijk een groei van bijna 20%. Het aantal betalingen via eBay neemt dan wel af. Maar ik denk dat juist bijvoorbeeld die samenwerking met Instagram dat makkelijk kan compenseren. Want Instagram is toch echt wel heel erg populair onder de jeugd. Er wordt veel gebruik van gemaakt. En zeker van zo'n functie zou dus ook veel gebruik kunnen gemaakt kunnen worden. Zeker als hun de exclusieve deal hebben, zeg maar, van die betalingen. Dus dat is alleen maar positief. En in het algemeen denk ik dat er steeds meer op deze manier wordt afgerekend. Ik heb zelf ook het aandeel Visa. Gaan we daar kijken, dan heb ik sinds dat ik het gekocht heb al is mijn beste aandeel, sta ik 40% of zo in de plus. Dus ook dit is een betaalservice die erg populair is en zeker voor de lange termijn denk ik interessant. Of je nou uiteindelijk PayPal pakt, Visa, Mastercard, noem het allemaal maar op. Al die betalingsdingen zijn denk ik een goede investering. Ook hier geldt natuurlijk op het eerste gezicht is het een best interessant iets. Wil je nou echt een investering gaan doen, zorg dan dat je meer informatie zoekt. Ga ook juist die concurrenten kijken, Visa, Mastercard. Dat al zijn dat meer creditcardbedrijven. Kijk naar de concurrenten van PayPal zodat je een beslissing maakt. Maar de algemene indruk is dat dit aandeel ook erg interessant is. En dan komen we aan bij het laatste aandeel, het derde aandeel van deze maand. Een interessant aandeel en dat is wederom zeg maar Tesla. Ik heb het 1 maand overgeslagen, maar in deze maand neem ik het weer op. Kijken we nou naar de afgelopen maand, dan zien we dat Tesla 17% is gestegen in waarde, in koers. Kijken we echter naar het, sinds het begin van het jaar staan we nog steeds op een min van 33%. Dus ja, vergeleken met het begin van het jaar gaat het niet zo goed. We hebben toen vorige maand ongeveer gezien dat we een dipje hadden van bijna rond de 180. Sindsdien gaat het weer wat beter. Er is weer iets meer vertrouwen in het aandeel. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik dit aandeel deze maand weer opnemen. Er zijn namelijk weer wat nieuwe ontwikkelingen, nieuwsberichten die op de korte termijn best wel een grote invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel. Voordat ik daarna ga kijken, kijken we eerst even naar de short positie, want Tesla is een van die aandelen die heel erg groot geshort wordt. Dus een groot percentage van de aandelen is zeg maar gebruikt om te wedden dat het
koers eigenlijk zal gaan dalen. En wat dat eigenlijk wil zeggen, shorten, is dat mensen aandelen gaan lenen bij iemand die aandelen heeft. Ik heb bijvoorbeeld 25 aandelen. Iemand zou dan bij mij mijn aandelen kunnen lenen, zeg maar. En dan lenen ze het eigenlijk tegen de huidige koers. Alleen over een tijdje kunnen ze die aandelen, zeg maar, echt moet je ze hem teruggeven. En ze hopen dan dat ze op dat moment dus voor een lagere koers die aandelen kunnen kopen. Stel dat de koers nou op dit moment $250 is. En ze denken van, oh, hij gaat dalen. Dus over 3 maanden kan ik het aandeel voor $200 kopen. Nou, dan leen je eigenlijk nu tegen $250. En ze moeten uiteindelijk over 3 maanden dus ook tegen een waarde van $250 teruggeven. Alleen als ze op dat moment het aandeel voor $200 kunnen kopen, hebben ze dus een voordeel van $50. En dat is eigenlijk waar ze op wedden. Ze hopen dat in de toekomst het aandeel minder waard gaat worden. En waarom ik dit nu vertel is omdat je meestal bij short posities ziet dat naarmate het aandeel verder zakt, zal ook de short positie, zeg maar, minder interessant worden. Alleen bij Tesla zag je juist dat hoe verder het aandeel in waarde zakte, dus hoe minder eigenlijk nog te verliezen valt, hoe meer erop geshort werd. En dat is op zich wel interessant, want dat is dus iets wat je eigenlijk niet zou verwachten. Nou, er zijn altijd mensen die denken, en dat denk ik ook zelf ook een beetje aan, dat Tesla heeft een te grote invloed op de automarkt in totaal, op oliebedrijven, op andere autofabrikanten. Dus het kan zomaar zijn dat dat soort bedrijven miljard euro of zo in de maand aan short posities innemen. Voor hun is dat een klein bedrag, want die hebben op jaarbasis 200 miljard euro winst, zeg maar. Dus op die manier verspelen ze niet heel veel van hun geld, maar heeft het wel een grote impact op Tesla en op de lange termijn van Tesla. Want ze proberen op deze manier Tesla zo min mogelijk interessant te maken. Ten eerste voor investeerders, maar daardoor dus juist uiteindelijk ook voor klanten, want die hebben wat, ja, die zijn wat sceptisch. Wil je een auto kopen van een bedrijf dat er misschien volgend jaar niet meer is? Dus op die manier denk ik dat bijvoorbeeld die bedrijven er baat bij hebben om short posities in te nemen en het geld wat ze uiteindelijk kost voor lief te nemen. Maar dat is dus een persoonlijke opinie en ik denk dat er wel veel mensen, zeker mensen met Tesla aandelen zijn die op deze manier hierover denken, want ze proberen echt Tesla de markt uit te spelen natuurlijk. Ik denk echter dat dat de komende maand gaat veranderen. Ik denk dat er wat positiever nieuws aankomt en dat is ook de reden dat ik het aandeel heb opgenomen. Kijk bijvoorbeeld, we hebben al wat stille hints van Elon Musk gezien, maar het tweede kwartaal wordt bijna afgerond, dus de komende week zullen wat cijfers van autoverkopen komen via andere kanalen. Uiteindelijk aan het einde van de maand zal Tesla zelf komen met zijn kwartaalcijfers. En de verwachting is dat ze weer goede cijfers gaan presenteren. Elon Musk heeft tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering al gehint dat als we op deze manier doorgaan het zomaar zou kunnen dat ze het beste kwartaal ooit gaan hebben. En dat heeft er mee te maken dat in het eerste kwartaal er auto's onderweg waren, bijvoorbeeld naar Europa, die nog op het schip stonden en dus eigenlijk niet aan klanten konden geleverd worden. Dat waren zeg maar 10.000 auto's. Het zou dus zomaar zijn dat die auto's inmiddels wel geleverd zijn in het tweede kwartaal en dat alle gewone productie en afleveringen ook gedaan worden. Dan heb je dus in het tweede kwartaal in één keer 10.000 auto's extra. En dat zou dus verklaren waarom het tweede kwartaal dus zomaar het beste kwartaal kan worden, terwijl normaal bij autobedrijven het vierde kwartaal het beste kwartaal is. Wat er ook mee te maken heeft is dat eigenlijk de vraag naar Tesla, er werd altijd geroepen dat die er niet meer was. Daardoor ging het aandeel ook wat vaak werd het minder, lager ingeschat, ook door analisten. Nou, ook dat is eigenlijk wel een beetje onkracht inmiddels tijdens die aandeelhoudersvergadering. En heeft Elon Musk gezegd dat het niet aan de vraag ligt. Het is puur aan de productie. Het aantal batterijen beperkt op dit moment het aantal verkopen. Dus met de vraag is niks mis. Dus dat is alleen maar positief voor investeerders. Zeker op de korte, maar ook op lange termijn. En dat zien we inmiddels ook wel een beetje terug bij analisten. Waar voorheen iedereen heel erg negatief was, zijn er nu wel weer enkele analisten redelijk positief. En dat zie je vaker terugkomen. Want ja, er komt een moment dat het waarschijnlijk niet logisch is dat het aandeel nog verder gaat komen. Nou, dat hebben we denk ik wel bereikt een maand geleden. Nu zijn ze langzaamaan wat positiever. We kijken naar het aantal leveringen dat waarschijnlijk verwacht wordt. De dingen die uitspraken die zijn gedaan tijdens de algemene ledenvergadering, die positief zijn voor de toekomst. En ook bijvoorbeeld die fabriek in China die gebouwd wordt in recordtempo, die gewoon dit jaar, aan het begin van het jaar was het nog een zandvlakte en aan het einde van het jaar zijn ze gewoon dadelijk al bezig met productie van nieuwe auto's voor de Chinese markt. Dus dat is ook positief. Dus al met al zijn ook de analisten steeds positiever en dat zal waarschijnlijk ook impact hebben op de koers. Maar wat je de laatste tijd ook steeds vaker terug ziet komen is dat Tesla nog steeds marktleider is, zeker op elektrische autovlak. Ze zijn vaak met in Amerika bijvoorbeeld meer dan de helft van de elektrische auto's is een Tesla. Dus alhoewel de concurrentie komt eraan, Tesla weet nog steeds veruit de meeste auto's te verkopen. En niet alleen in marktaandeel zijn ze nog steeds dominant. Ze zijn ook nog steeds leider in de techniek die ze gebruiken. Want hoewel de concurrentie steeds met nieuwe modellen komt, elektrische auto's, en adverteren dat de beste auto's zijn met de nieuwste techniek, weten ze vaak nog steeds Tesla niet te verslaan. Zelfs de Model S uit 2012 wordt vaak
op actieradius, dus op rijbereid, nog steeds niet verslagen door dit soort auto's. En steeds vaker zien we ook dat Tesla zijn dingen weet te verbeteren, zijn techniek. Dus ze hebben het rijbereik bijvoorbeeld van de Tesla Model S, die wordt waarschijnlijk binnenkort vergroot naar 400 mijl of 650 kilometer. Dus ze hadden al een voorsprong en ze gaan nu in één keer nog een groter accupakket of een efficiënter accupakket aanbieden, waardoor ze dus wederom verder voorliggen op de concurrentie. Maar ook met het snelladen zelf weten ze steeds de techniek te verbeteren, hun eigen snellaadnetwerk of de auto die er gebruik van maakt, bijvoorbeeld de Model 3. Dus waar ze eerst zei dat de Audi e-tron in één keer de beste en snelste elektrische auto was qua opladen, blijkt dat inmiddels al lang niet meer het geval te zijn. Zeker onder normale omstandigheden, zoals mensen hem zouden gebruiken, dat je 90-95% van je accu leeg rijdt en vervolgens 20 minuten tijd oplaat, dan zul je uiteindelijk met een Model 3 bijvoorbeeld het verste komen en zeker niet met een Audi e-tron. Dus hoewel de concurrentie steeds met modellen komt en ook adverteert dat ze de beste en de nieuwste zijn, zijn ze vaak nog steeds niet de beste qua techniek. En weet Tesla met zijn techniek die al jaren meegaat nog steeds de concurrentie te verslaan en eigenlijk hun eigen techniek nog telkens te verbeteren. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over Maxwell Technologies, het bedrijf wat ze hebben overgenomen begin van het jaar, dat uiteindelijk helemaal batterij is toegericht en waar dus ook nog een groot voordeel te halen valt. Dus dat is techniek die nu ligt Tesla voor. Misschien komt de concurrentie dichterbij, maar op dat moment voeren ze nieuwe techniek in, waardoor ze wederom die voorsprong weten te behouden of eigenlijk weer te maken. Dus ja, dat ziet er eigenlijk allemaal wel positief uit. En uiteindelijk zie je dus steeds vaker weer positieve nieuwsberichten komen. Het is eigenlijk allemaal een beetje afwachten op ja, deze maand eigenlijk, want zoals gezegd, de komende week verwachten we wel indirect wat verkoopcijfers van misschien van verschillende landen. Kun je al een beetje een voorspelling maken. Aan het einde van de maand komt dan Tesla met hun eigen cijfers. En zeker als die positief zijn en in de buurt komen van wat analisten verwachten, dan zie ik dat de koers van het aandeel weer snel kan gaan stijgen. Want we hebben gezien dat het aandeel redelijk snel kan dalen. Het kan ook snel fluctueren als we dat afgelopen jaar bijvoorbeeld kijken. Dus het zal ook wel weer zo zijn dat met positief nieuws het aandeel weer snel kan gaan stijgen. We hebben vorig jaar dus een top gezien van $370 ongeveer. We hebben nu nog een lange weg te gaan, want we zitten nu rond de 220. Dus ja, we moeten een beetje afwachten. Ik denk zeker dat er dit kwartaal al positief nieuws aankomt. En ook voor de komende kwartalen, zeker als we bijvoorbeeld die fabriek van China mee gaan kijken, mee gaan nemen, waar de productie daar op gang begint te komen. Dat de fabriek in Europa aangekondigd gaat worden, waar die gaat komen, dat soort dingen is zeker voor de korte termijn belangrijk, maar ook wederom hier voor de lange termijn. Omdat uiteindelijk zul je zien dat het aantal batterijen dat een autofabrikant heeft vaak dadelijk het aantal de afzet eigenlijk gaat bepalen. Al met al interessante dingen en daarom was dit het derde aandeel, het interessante aandeel, wederom Tesla. Zoals gezegd, ik heb het een maandje overslagen, maar op dit moment is het wel weer een interessant aandeel. Het heeft er ook mee te maken dat het moeilijk is om echt interessante aandelen te vinden. Dus heb je nog tips, suggesties, laat het weten in de reacties onder deze video. Dan neem ik dat misschien wel in de volgende maand mee. En dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze video. Vond je het een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. Laat ook weten in de reacties wat je goed of minder goed vond. Neem ik dat ook mee in de volgende video. Als je dus nog vragen of opmerkingen hebt, laat dat weten in de reacties onder deze video. Dan vind je trouwens ook een link naar onze Discord chat, waar we met 170 man over dit soort onderwerpen praten. Dus daar kun je ook altijd nog lid van worden. Is trouwens ook gratis, dus altijd gezellig als je erbij komt. En ben je nog geen lid van dit kanaal, maar je bent nog wel steeds aan het kijken, is het waarschijnlijk dus een interessante video. Nou, ik maak dus meer van dit soort video's. Dit is een maandelijks terugkerende serie, maar ik maak elke week dus 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus ben je nog geen lid? Abonneer je dan hieronder op het kanaal, dan mis je nooit meer een video en zie ik je graag in de volgende video weer terug.